Log ook. En naar Roos, die terug de volgende gast bij haar heeft. Yes. Klopt dat? Roos, hoor je mij? Over. Dames en heren, we hebben hier een groot bezoek. Achter mij staat minister Muiters en we gaan eventjes kijken welk project hij nu op dit moment aan het bekijken is. Excuseer, mogen wij eventjes storen? Wij zijn live op YouTube en wij komen eventjes meeluisteren. Vertel maar verder hoor. Want ik weet dat, denk dat hij er alles van kent. Ah, oké. Okay. De minister zou er alles al van kennen, dus oké. Okay. We gaan eens eventjes vragen aan minister Muiters. Minister, wat heb jij hier net geleerd? Ja, wat Robin en Wannes hebben gedaan is eigenlijk iets heel tof. Ik denk dat hun grootmoeder is niet zo direct handig met de computer en zo. Ja. Maar ze hebben een spiegel gemaakt waarmee zij eigenlijk kunnen skypen met de bomma, maar ook berichten doorgeven. De agenda, hun agenda. Ook wanneer dat zij een communie doen en zo, staat daar allemaal op. Maar ook de buienradar en het nieuws kan de bomma daarop lezen. Dus eigenlijk, ze hebben iets heel tof gemaakt om met hun moeken, noemen ze de bomma, te communiceren. Juist? Heb ik iets als juist gezegd? Voilà. Ja. En heb jij zoiets al eerder gezien? Nee, nog nooit. En ik vind het eigenlijk heel tof gevonden, omdat een computer schrikt mensen soms af. Maar ja, dit is de spiegel die bij de bomma op de badkamer staat. Ja, en ze kan eigenlijk, zonder dat zij van alles moet aan- en uitzetten, kan ze gaan skypen met haar kleinzonen en waarschijnlijk ook met haar kinderen. Hè. Zou jij het kopen om te communiceren met jouw mama of grootmoeder? Ik moet eerlijk zeggen, ik vind het onvoorstelbaar, maar mijn moeder die nog leeft en mijn vader die nog leven, die zijn al 86 en 84 jaar, maar die gaan op de computer. Oh, dus we hebben een technologisch onderlegde familie bij de familie Muiters. Maar desalniettemin, Wannes en Robbe, heel knap gedaan. Minister Muiters, bedankt om eventjes tijd te nemen om live op YouTube jouw mening te geven. Heel erg bedankt ook om voor te komen. Oké, heel veel succes. Dank u wel. Wij gaan nog eventjes bij jullie verder gaan, want wij willen daar wel nog eens graag in actie zien natuurlijk. Nog eventjes een dikke duim van de minister. Voilà. Wij hebben dus een spiegel gemaakt waar je jezelf op kunt zien, maar je kunt ook hier skypen. Maar dat gaat nu niet omdat er is niet veel internet hier, omdat we zitten met veel hier en al. Ja, oké. Okay. Dus skypen gaat op dit moment niet, maar het zou normaal gezien wel lukken. Ja. En dan, mag ik eens vragen, welke technologieën zitten daar allemaal achter? Wij gebruiken hiervoor Raspberry Pi en we hebben het geprogrammeerd in CSS, HTML en ook JavaScript. Oké, en jullie hebben dat samen gemaakt, Wannes? En een beetje op van de papa. En we kunnen ook wel een demonstratie geven, want we kunnen ook echt een bericht doorsturen. Dus dat kunnen we wel eens. Ja. Dit is bijvoorbeeld een noodfysicatie. Wacht, ik kom. Oei. Ja, het komt niet. Want normaal komt er dan hier zo'n wit balkje. Maar dus de wifi doet eventjes moeilijk, waardoor het eigenlijk niet getransfereerd geraakt, zeg maar. Ja. En wat ik niet zo goed begrijp, hoe gaat dat van die computer nu eigenlijk naar die spiegel? Dat is gewoon via de wifi-netwerk, dus ook echt zoals via Skype. En we hebben er ook een soort van bakje bij gemaakt. Ja, dat was in het begin een bijzaak, dus we dachten nog niet, zullen we dat doen of niet? Uiteindelijk hebben we dat wel gedaan, maar we geraakten nog niet helemaal klaar. En zo kan de moeke van haar thuis, van in de badkamer, besturen. Dus, want dan moeten we geen onnodige stroom verbruiken. En dus bijvoorbeeld het scherm af werkt wel, maar het scherm aan nog niet. Dus, dus we gaan er eventjes niet op duwen? Nee, dat is waar. En dat was eigenlijk een beetje ons projectje. Het heeft ons wel 6 maanden gekocht om het allemaal alles te maken, schilderen, alles ineensteken. En we hebben er ook een plastic folie bij gedaan. Die wordt ook echt bij de politie gebruikt als in de ondervragingskamer. Want een echt glas daarin zetten, dat kost natuurlijk heel veel geld. En zo'n plastic spiegelfolie, dat werkt wel. Dat is wel een heel creatieve oplossing, hè? Om niet met echt glas te werken, maar om te werken met
een folie. Dat is wel inderdaad heel creatief. Ik had daar net nog een vraag in mijn gedachten, maar ik ben ze eventjes kwijt door uw wonderbaarlijke uitleg. Dus het is eventjes in de achterhoofd van mijn hoofd verdwenen. Jullie spraken daarnet 6 maanden. 6 maanden hebben jullie daaraan gewerkt. En elke dag, elk weekend, elk... Nee, vooral in de weekends, want we hebben ook natuurlijk school en zo. Anders waren we wel helemaal klaar geraakt. Maar ik ben blij om ons resultaat. En kunnen we ergens zien waar dat we dit kunnen bekijken? Zijn er YouTube-filmpjes van hoe dat je dat gemaakt hebt? Op YouTube hebben we een stop-motion video één stop-motion video en 2 gewone video's. Ja. Waarin dat we dat staat op Robben zijn kanaal. Oké, dat is heel goed. Dan kunnen alle kijkers daar op Robben zijn kanaal gaan kijken.